Na een fikse teleurgang in de 60er en 70er jaren bloeit het scoutingwerk als nooit tevoren. Vooral sinds de fusie van de katholieke verkennersbeweging met de padvinders voelen steeds meer meisjes en jongens zich tot deze vorm van jeugdwerk aangetrokken. De ooit door de super-Brit Baden Powell in het leven geroepen, op militaristische leest geschoeide beweging voor stoere jonge mannen, is inmiddels uitgegroeid tot een internationale club met minder ruige idealen. De scouts van tegenwoordig spelen meer dan de verkenners ooit mochten. Desondanks gaat het nog altijd om veel zelfwerkzaamheid, om een zekere mate van idealisme en om het leren van dingen. Het zou deze meisjes en jongens onrecht aandoen om te zeggen, op deze manier hou je ze van de straat. Dat het veel dieper zit, mogen uit deze reportage blijken. We waren daarbij op 28 juni toen scoutinggroep Maria Goretti uit Pei twee heugelijke feiten kon vieren. Maria Goretti bestond 40 jaar en zou een nieuw onderkomen aan de Kerkstraat betrekken. Daaraan voorafgaand werden er samen met de basisschooljeugd in en rond het clubgebouw diverse spelletjes gespeeld. Onder een strak blauwe hemel. Jongens, zit je ook met naar Luxemburg geweest alsnog? Ik ben ook met... Wie worden naar Luxemburg? Hartstikke chic, hè. Heel lekker. Ontzettend goed gedragen, ja. Natuurlijk, dat zijn we altijd. Wat voor een groep, wie moet ik het eerder aanspreken? Half gewoon. Rowan, afdeling 538. Dat is eigenlijk de groepsnaam van ons. Ja. En zit hier nog een hogere afdeling, of toch niet? Ja, we kennen hier nog pivo's gaan draaien. Oh, maar die komt misschien volgend jaar. Dat was misschien volgend jaar als we 18 zijn. Of we gewoon weer de leiding. Ja. Als ze oud genoeg zijn. Hoeveel dagen zit je hier nu per maand mee bezig? Iedere vrijdagavond, dus 4 dagen. En af en toe op een weekend rood of zo. Ja. Ja. En wat zijn de Sjarrepaas in door? Een eigen vlag het maken. Dus als we op kampen gaan of weekenden, dat we een eigen presentatie hebben. Ja. Dus voor boven onze tent. Krikendelle van Geert. We zitten aan de Costa Brava. Jezus, wat? Dus 60, 70 kilometer weer is 2 uur zitten. Jongens, van wat zit hier? Van de Welpen. Wat zit je aan doen? Ja, we noemen ze dat, hè. Antje Brandje. Je roestelde. Wat zijn wij? Ja, frikandelle. Frikandelle kan ze in het nummer zetten. Trek me op, hè. Antje Brandje dus. Meer Antje Brandje is gedaan. Mijn moeder heeft een kandel van sporting. Oh jee, wat denk je? Je bent al zeggen. Tegen de avond, de lucht bleek nog steeds blauw, ging het er iets plechtiger aan toe. Geleid door voorzitter mevrouw Meeuwissen kwam het officiële gedeelte van het feestprogramma aan bod. Het nieuwe onderkomen van scoutinggroep Maria Goretti werd ingezegend. Te komen, omdat hier de inzegeningen van het geboel plaats gaat vinden. Liefdevolle en goede God, het is uw vreugde te midden van de mensen te zijn. Zie vanmiddag
met een goddelijke glimlach neer op dit gebouw en op allen die hier hun scoutingspel spelen en vergaderen. Laat u zeker rusten op deze ontmoetingsplaats van jeugdige mensen die hier samen proberen hun spel te spelen. Geef speelsheid en vreugde, verwerk hier eerbied en waardering voor al het mooie dat in de natuur en in elke mens verborgen ligt. Laat velen hier elkaar ontmoeten in onderlinge vriendschap en broederschap. Laat alle in dienst van alle staan. Laat niemand hier onveilig zijn. Wees gij voor allen een bron van vreugde. Eerder leiding, bestuur en stichtingsbestuurslid. Want we hebben het toch dat we allemaal metgewerkt om dit zover te krijgen. Ik wil ze wel laten staan. Dan hebben we nog een instanties die we moeten bedanken. Die zijn niet aanwezig, maar daarvan hebben we weer giften ontvangen en subsidies. Dat is de gemeente Utrecht. De Rabobank bij Maria Hoop. Volvokaal in Born, Plan Maastricht, de Stichting van Zandheuvel-Sabbe, Stichting Katholieke Noorden, Gemeentelijke Jeugdraad, Nationaal Jeugdfonds en de Zusters Ursuline Utrecht. Allemaal bedankt. Nee, die lokalen zijn namelijk, die komen hier bijeen. Ja? Gewoon. Als ze knutselwerk hebben, blijven ze binnen, maar het gaat zomer en winter gaat je naar boete. Ja, ja. Want het, een wezen maakt het weer dan niks nodig. Boven heb ik gehoord de zonnige ruimte, hebben, hè? Ja, we hebben de boven hebben we nog één ruimte voor de Robins en de Schapers. Dat zijn dan jongens en meisjes van na 14 jaar en tot 18. Ja. En die zitten dan boven. Maar dat is van eigenlijk van voor bierpatronaat hebben we dat geschonken gekregen. Omdat het is door de verboeing voor is dat moeilijk gegaan. Dat hebben de trap te uit moeten halen. En ze hebben de noordtrap en de boetekuil moeten maken. Ja. Maar nu kunnen ze het niet meer gebruiken voor te vergaderen. Als met alleen maar hier vlotte jongens die de grote trap op kennen. Dus ooit vandaag geeft het niet meer. Dan hebben ze gezegd, nou luister, geen mocht het van ons hebben. Dan houd je het bal bij met poetsen. Ja. Zodoende dan hebben we dat gekregen. Ja. En daar doen ze dus dingen van maken, spellen van maken. Als ze bijvoorbeeld, nou, noem maar het op, door halveer heel ver laten ze gaan. Ja. Dat is puur muziek. Dus ze gaan ze instrumenten maken of liedjes in studeren en zo'n dingen. Ja. Die werken dan. Die jongens die werken zuiver en die gaan over het jungleboek van Kipling. Oh. Dan halen die wie K, die slang en dan begeren en dat gedaan zoet en dan gaan die met weer. Dus dan spelen die zuiver dat spel. Ja. Ze doen de, ze zijn gans eigenlijk gans twee verschillende takken, maar toch van dezelfde leeftijd. Dat is goed. Daarom hebben ze nog de wolvenkop. Ze zitten nu, als je dat stukje kent van de raadsrots eerder, van Mongli. De grote opperwolens wordt op de rots en dan komen die kleintjes eromheen zitten. Nou, dat is, op dat gebied gaat dat spel eigenlijk. Ja, ja. Dus om daarom tussen veel knutselen en heel veel boete zijn met die makkers. Ja. Nou, het blikje maar. En dat is dus... Het ledenaantal steekt dat nog? Ja, dat gaat onnoemelijk. We hebben in de jaren... Oh, moet ik niet... 60, tussen 60 en 70 is het minder geweest. Maar er waren katholieke padvinders. Daar hadden ze ook echt, die had je niet de verkenners. En de padvinders nog. Er is een fusie gekomen met allemaal die padvindersgroepen en verkenners bijeen. En dat is coding geworden. En sinds dat eigenlijk bezig is, ja, dan draait het door noem ik. We hebben dit jaar gehad van 12.000 leden in landelijk Nederland meegekregen. Dus alleen in het jubileum, ja, want ja, 74 jaar bestaan hebben ze gevierd. In Scout in Nederland dan. En hebben we een actie hebben ze op het touw gezet. En shit, 12.000 leden. Ja, dus, maar het, zit, het truc die ken je toch echt weer. Hè, omdat ze een ja, geen vrije jeugdwerk meer hebt. Kijk, als ze een los vrije jeugdwerk hebben, dan krijg je gewoon van ze komen en ze gaan. En dit is echt wie in de school. Het is niet dat ze zeggen het moet, maar daar hebben ze een vervolg erop. De geest komt er met 6 jaar bij en de geest er. Ja, ik ben er 40, ik ben nog niet raaf, dus ik weet niet wanneer lang dat te doen. Maar ik moet...
Terug onder de onvermoeibaar stralende zon togen de 130 leden van Maria Goretti even later naar het aangrenzende gebouw, naar de bestijgende kerk van Pij, om een mis uit dankbaarheid bij te wonen en op te luisteren. Hieruit mogen blijken dat ook het scoutingwerk van nu een sterk opvoedend karakter heeft. Wat dat betreft heeft de tand destijds er nauwelijks aan geknaagd. Het is opmerkelijk dat er niettemin zoveel belangstelling voor bestaat. Of is het beter om te zeggen dat dit verheugend is?